Doe even een boomerang. 1, 2. Hup, en terug. En hup, en terug. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Suus en ik zitten in de auto en wij gaan vanavond naar Beyoncé! We zijn allebei helemaal kapot, doodmoe, maar we zijn crazy mommies on the go. We hebben er echt wel zin in. Ik voel nu dat ik een beetje over mijn moeheid heen kom. Ja, ik ook elke avond de tijd zit. We gaan echt helemaal niks gegeten, crazy. Gewoon door. Oh ja, gewoon vergeten te eten. Ja. Moeten wel zo echt wat eten, even snel. Ja, we gaan even bij dat tentje waar we nu toe gaan eventjes wat halen. Daar hebben ze ook allemaal gezond eten. Goed zo. So let's go! Wij zijn bij Coffee & Coconut en we hebben onze Ivy Park hoodie. Bij Suus staat het echt zo leuk. Je ziet er zelf ook echt, moet je even kijken hoe vet die laarzen zijn. Ik heb deze laarzen weer aan. Echt vet. Suus heeft die winter. We kunnen halverwege ruilen. Als ik nu maar nee. Oké, eet smakelijk. Wij zijn aangekomen bij de arena en we zijn even foto's aan het maken en dan gaan we zo. Kijk hoe nice. Zo cool. Suus, laat even Pipi zien. Kijk even hoe vet deze is. Deze ketting is toch echt te ziek voor woorden. Dit is de bear hug sculpture on a necklace. We love it. Cool, hè? Ja. Het was echt mega vet. Echt niet normaal. Ze deden allemaal bekende nummers, ook wat van het nieuwe album. En ja, het was echt heel tof. Deze vrouw is zo'n apparaat. We waren echt in shock van hoe goed zij kon dansen. Beter is er niet. Nee. Echt ziek. Ja, het was echt cool om mee te. Ik ben echt ook lang niet naar een concert geweest, volgens mij. Ik weet, ja, Coachella dan. Maar zeg maar een concert als in, zeg maar echt, wanneer, wat was jouw laatste concert? Ik, Tina Turner. Nee. Ik ben met mijn vader Tina Turner fest. Oh, dat was wel leuk. Ja, dat was heel leuk. Ja. Maar, ook een beetje dit, moet ik zeggen. Maar hoe lang geleden was dat? Ik denk 5 jaar of zo. Oh, echt? Ja. Oh my god. Nou, was in ieder geval heel vet. We gaan nu lekker naar huis en even chillen. Oh, ik ben weer thuis. Het was echt zo leuk. Oh. En ik ben wel heel erg moe, want ik heb de afgelopen dagen weinig geslapen. Ik ga elke dag veel slaan naar bed. Een paar keer weer verdwaald in het internet. Dus ja, dat ga ik vanavond niet doen. Het is al best wel laat trouwens. Maar goed, ik ga slapen en ik moet morgen om 9 uur 's ochtends sporten. En daarvoor dus Olly naar de crèche brengen. Dus ik hou het weer voor Helene voor vandaag. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen Olivia. En wat ga je maken dan? Pasta maken. Wat lekker. Hey guys, nieuwe vlog takeover. We zijn 2 dagen vrij na de shows. Ik heb niet echt heel goed geslapen, toch beste jetlag. Maar we gaan nu rijden van El Paso naar Los Angeles met een tussenstop in Sedona. En we hebben een hele toffe soort desert auto gehuurd. Dus dat wordt leuk. Wauw, het is hier zo mooi, Arizona, met de zonsondergang. Is echt, ja, dat is precies wat je wil, zeg maar. We zijn er bijna, nog 1,5 uurtje rijden en dan hebben we alweer 8 uur erop zitten in de auto. Ik moet eerlijk zeggen, het is in Amerika wel altijd een afstand hoor. Oh my god, je vergeet het wel eens. Maar zo van Texas door 3 staten heen, je bent gewoon echt oprecht wel even bezig. Maar goed, de scenery is just incredible. Goedemorgen, welkom in Sedona. Gisteravond laat aangekomen, helemaal kapot. 10 uur rijden en vooral dat laatste stukje, die laatste 2 uren waren echt zwaar. Het is hier zo prachtig. Een soort spiritual community is het. Ze doen heel veel
van die healing sessies en dat soort dingen. En ik laat jullie even een stukje zien. We gaan eventjes op onderzoek uit. Sedona is natuurlijk beroemd om zijn rode stenen. Gevormd, miljoenen jaar geleden. En creëert een beetje een soort van Walt Disney effect. Dat is ook wel logisch, want dit was Walt Disney's favoriete plek op aarde. Hij had hier een huis. Kwam hij tot rust. Hij heeft ook veel van zijn ideeën hier vandaan gehaald. Altijd lachen natuurlijk om te weten. Maar het is zo overweldigend. Ik bedoel, we hebben deze week al aardig wat dingen gedaan. Maar wat ik nu zie hier voor me is echt gewoon alsof je echt op een andere planeet bent. Oké, we hebben net Ben ontmoet en Ben die gaat ons helpen over wat we hier kunnen doen. En hij gaat ons iets vertellen over de vortex. What's the vortex, sir? Vortex is a concentration of energy, magnetic fields, that's moving like this. There's a lot of iron content in the ground, a lot of magnetic energy and copper in the ground. So what it's doing is moving. People wear magnets and copper braces, that's what's natural in the ground. If you go down there, you can look for a juniper tree, they're actually twisted. Okay, so when you go down there, you might feel tingling in your fingertips, in the back of your neck, and in your shoulders. Okay, you have to stay positive. You want to draw the energy in. I don't want to get your expectations too high, but a lot of people do feel it. You may go back, you may not feel it today, but you may go back tomorrow and you'll feel the energy. Best wel lopen dit, hè? Wat ben je aan doen? De magnetische veld aan het verplaatsen hier. We hebben daadwerkelijk de vortex gevonden. Het is niet heel makkelijk. We gaan hem nu aan jullie revealen. Hier komt hij. Hey guys, we dachten we zijn hier toch, dus waarom gewoon niet? Helikopter. I'm about to turn it on. Headed to the hills now. Full moon with the top down. Pitch black in the stars out. Wow, die helikopter was echt bizar. Seriously. En sowieso, alles hier is niet normaal, want het is hier zo mooi. Dus als je naar Amerika gaat en je maakt een roadtrip, is het echt 100% de bestemming. 8 uurtjes van LA, 4 uurtjes van Las Vegas. And worth everything. Ongeveer 2 uur rijden noordelijk van Sedona naar een van de meest indrukwekkende views in de wereld. Deze echt, ja. Wel? Jezus. Oké. Ik denk dat dat een hele goede beschrijving is. The Grand Canyon. Vegas. We made it. Ik kon het niet geloven. Oké, dan. Even buiten Las Vegas is er een hele toffe nieuwe attractie. Sinds vorig jaar heeft een kunstenaar hier midden in de woestijn dit gecreëerd. En het is zo dik. Echt niet normaal. Kom kijken. Het zijn in principe gewoon grote stenen op elkaar gestapeld. Hij heeft ze prachtige klucht. Ja, echt incredible. We made it. We zijn in Los Angeles. Ik ga de vlog van de roadtrip afsluiten. Dat was echt bizar. We hebben 1500 mijl gereden. Van Texas naar LA. En alles wat je ertussenin gezien hebt. Hoop dat jullie genoten hebben. Doei! Oh, je onder tent! Wat, ga je in de tent zitten? Ja, de Afrika tent. Flamingo? En neem je de mee? Oké, guys, good morning. Ik heb Olivia naar de crash gebracht. En ik ben nu thuis. Oh, zo slechte conditie. Ik ben thuis. Ik ga even douchen, aankleden, foto's maken. En dat soort dingen doen. Ik heb nog een heel groot pakket van Naked. Die zal ik zo even laten zien. En ik wilde wat zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, ik wil een tattoo nemen. Maar het is een beetje impulsief. Sander heeft vannacht een tattoo genomen. Ik denk dat hij het wel gevlogd heeft. Maar ik wil er eigenlijk ook wel een.
Oké, guys, ik heb even gedoucht en me aangekleed. En ik dacht, ik ga leuk even alle naked dingetjes laten zien. Dus dat ga ik weer in de spiegel doen. Want ik hoor elke keer van jullie dat jullie dat het chillst vinden. Dus let's go. Oké, dit is het jurkje wat ik aan heb. Die heb ik eigenlijk de hele dag al aan. Want die vind ik mega leuk. Misschien dat ik die vanavond ook aan ga doen. Ja, dat is dus deze. En ik heb mijn beloved Chanel heuptasje erop gedaan. Ik was heel lang op zoek naar zo eentje. En ik heb hem in een maat 36. En deze valt redelijk normaal, vind ik. En dit is de volgende outfit. Dit is meer een chille casual outfit. Deze trui is trouwens zo zacht. Dat is niet normaal. En ik vergeet het elke keer te zeggen, maar ik ga het nu weer in beeld zetten. Met de code NOOR20 krijgen jullie 20% korting op alles van Naked. Ik krijg ook alle DM's of ik nog een kortingscode heb. Dus bij deze. En deze broek heb ik ook genomen. Even kijken welke maat dit is. Dit is denk ik 38, want die broeken vallen heel klein. Dit is een high-waisted wit. En dan hieronder zit dit van die splitjes. Dus dit is de tweede outfit. En hieronder plaats ik alle linkjes. Oké, dit is de volgende outfit. Dit gaan jullie denk ik heel leuk vinden. Want ik had een tijdje geleden op Instagram, ik zal die foto hier even ergens posten, een jurkje aan van Isabel Maland. En iedereen zei, oh, zo jammer dat die zo duur is en dit en dat. Nou, dit is letterlijk bijna dezelfde jurk. Alleen dan voor een normale prijs. Mocht je deze gaan bestellen, koop hem alsjeblieft een maat groter. Hij valt echt mega klein. Dus ik heb een 36 aan, maar het is echt net aan. En ik heb normaal eerder 34... dan 36. Dus dan weten jullie dat. Hij zit echt super strak. Maar hij is wel mega leuk. Ik hoop dat ze hem nog hebben. Deze outfit had ik zelf nog niet gepast. Maar dit vind ik dus wel de leukste outfit tot nu toe. Ik word gek van mijn staart. Ik doe hem even uit. Deze rok heb ik in twee andere printjes. Die vind ik echt super cute. En dit maakt ook zeg maar dun. En het zit lekker. En het is mega luchtig voor de zomer. En deze off-shoulder top. Met wijde mouwen. Maar dat draag ik altijd. Met allemaal gouden kettingen gaat dit ook echt mooi zijn. Deze zijn ook altijd heel goedkoop volgens mij op Naked. Ik heb in 2 of 3 kleuren dit keer gekocht. Oké, sorry voor de kreukels. Maar het volgende item is dit jurkje. En die heeft zo'n gekruiste rug. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Vind ik heel leuk. En hij is super luchtig en licht. En hij valt ook klein. Het is ook een 36 en ik zit ook best wel strak. Maar wel mega leuk voor de zomer. Oké. Hier is de top in een andere kleur. Misschien vind ik deze zelfs nog wel leuker voor als je bruin bent. Het model met deze top is zo mooi met die puffy armen. Dit is echt de beste aankoop van vandaag. I love it! Dus, als deze er nog zijn, kan ik deze aanraden om te kopen. Oké, deze trui koop ik altijd. Zoals jullie weten, deze is van Naked. Die was ook heel goedkoop. Ik heb hem in een L of XL. Even kijken. L. Want dit is gewoon, ik doe dit ook gewoon zonder broek aan. Gewoon zo voor vliegen of chill of live of anything. Ja, dus ik ben hier ook mega blij mee. En hij is ook lekker zacht en chill. Oké, dit is mijn favoriete item. Dat zeg ik echt altijd, ik wissel op mijn mening. Maar deze heb ik nog niet aangehad. Hoe mega nice is deze top met die mouwen. Is ook leuk voor ergens onder, voor een jasje of zo. Misschien onder een denim jasje. Zo leuk. Ik hoop zo dat dit er nog is. Anders vind ik dat zo lullig als ik dingen laat zien dat het er niet is. Maar deze is echt... amazing! Oké, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik wilde deze laarzen dus echt al super lang. En ik heb ze toch maar wel gekocht. Ze zitten niet mega lekker, maar ik vind het zo vet voor uitgaan. Het zijn dus overknee glitterlaarzen. En ik heb ze ook een maat groter gekocht. Want ik vind ook dat deze heel klein vallen. Dat was het laatste alweer. Oké, guys, dat was de haul. Ik ga nu even werken. Jaro komt hier nu heen. Want we zijn allebei traag en te weinig aan het doen. Dus we gaan even samenwerken. En even eten. Ik ga even Uber iets bestellen. Het is hier zo'n bende van al die naked kleren. Moet ik ze ook even opruimen. Dan ga ik Olivia halen om 5 uur op de crash. Ik moet ook nog foto's maken. Misschien kunnen we dat hier thuis wel even samen doen. Moet ik Olivia halen. Dan ga ik naar Suus en Louis. En Coco en Cato in Bussum. Daar ga ik slapen vannacht. Want ik ga op vakantie met Suus en Louis naar Ibiza van 4 tot 14 juli. En Olivia gaat ook mee. Sander kan helaas niet mee, want die moet draaien. Maar de oppas van Suus en Louis gaat mee. En ik wilde graag Olivia alvast laten wennen aan de oppas. Dus lang verhaal. Hun oppas komt vanavond in Bussum. En wij gaan uit eten in Amsterdam. Dus Olivia gaat dan kennis maken met de oppas en zo. En ja, wij gaan dan met een groepje uit eten. Maar ik zal alles filmen. Maar goed, dan weten jullie mijn plan. Wij zijn gaan werken. Heel productief.
Tjado en Lou. En Suusje is ook langskomen. En Suus moet uit een rietje drinken, want die heeft haar kies laten trekken vanochtend. Hoe zie je die andere? Stom, hè? Ik kan wel lekker uitgaan. Ik kan er niet goed lachen. Nu bepalen wij haar. Ja, zodat onze eyeballs niet meer. Ja, het wordt zo wel minder. Het is chill dat het 's ochtends is gebeurd. Dan ben je 's avonds weer enigszins. Het ziet er ook al eruit nu, maar. Het is ook niet heel dik. Nee. Kijken? Nee, ik zie niks. Nee. Oh mijn god. Nee. Oké, okay guys. Mijn camera maakt me helemaal weer rood. Ik snap er echt niks van. Soms maakt hij mijn gezicht ineens rood. Ik heb gewerkt met Jaar en nu heb ik mijn spulletjes gepakt. En ik ga nu naar Suus en Lou. Even Olivia halen op de crash en dan ga ik naar Bussum. Even kijken, Olivia spullen heb ik ook. Luiers, dingen, ja. Ga ik naar Suus en Lou. En dan gaan kiddies, Coco en Kato en Olly met elkaar spelen, gezellig. En dan gaan de parents uit. Nou, we gaan niet uit, we gaan gewoon uit eten. Dus dat is heel gezellig. Oh ja, de knuffeltjes moet ik meenemen. Ik moet altijd zoveel spullen mee... Zoveel spullen meenemen. Als je met kids weggaat. Oké, okay, ik vergeet iets. Ik moet even snel iets bakken. Ik zie jullie zo. Hi girls. De hele tijd op de school was er iets. Ja, ze hebben het ook wel een keer naar beneden. We blijven slapen. Kijk, we hebben allemaal lekker broodjes. Hi Kato. Hi Katootje. Ik heb letterlijk alleen maar footage. Blue is down. Hi Olly. Oké, okay, ik heb me klaargemaakt en we hebben weinig tijd. Dus ik heb mijn haar een keer stijl gelaten. En ik voel mijn outfit niet helemaal. Ik ga hem nu aan jullie laten zien. Ik voel toch de outfit niet helemaal. Kom even naar me toe lopen en rechtop, rechtop. Even rechtop. Oh, you're running out of runway. Ik vind het heel erg leuk. Wacht even, ik pak hem even helemaal met licht. Oh ja. Ik vind hem echt, ja, echt Sasha Fierce. Ja, dat is heel leuk. En ik vind het juist een beetje edgy met die dingen. En wij zijn samen toch met Jim. Ja? Maar ik ben bloter dan jij. En ik heb geen spraytan gedaan, dus ik heb witte benen. Jongens, doe even een boomerang. Doe even een samen. Tata. Doe even een boomerang. 1, 2. Hup, en terug. En hup, en terug. Let's go. Wij zitten in de auto. En ik heb toch deze outfit aangedaan. En we zijn er alweer bijna, hè? Ja. Ik had op de heenweg, stond ik echt gewoon letterlijk alleen maar in de file. Ik was om 5:30 weggegaan. Oliviaatje en Kato. En dan gaan we nog even in bed chillen. En dan gaan we straks naar Peppa Pig Event. Maar ik moet trouwens de vlog afsluiten, want het is zaterdag. Waarom vergeet ik het elke keer? De vlog op morgen online. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Nieuw beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie woensdag weer.